Hey dames en heren en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Daily Nintendo TV. Starlink Battle for Atlas is nu al een tijdje uit op de Nintendo Switch. Voor de mensen die het nog niet weten, het is een ruimtegame die op de afgelopen E3 is aangekondigd. Het spel draait om het bevrijden van het Atlas-systeem van de Forgotten Legends. De game laat je jouw eigen miniatuurruimteschip bouwen om vervolgens ermee het sterrenstelsel te verkennen en een diversiteit aan planeten te ontdekken. Heb je de game nog niet of zit je nog te twijfelen om de game te halen? Dan raad ik jou aan om onze review te lezen die je kan terugvinden op onze website. De link staat in de beschrijving. Het heeft even geduurd voordat er speciale Switch-systemen op de markt kwamen. Het eerste jaar werden er alleen wat versies uitgebracht met nieuwe Joy-Con kleuren. En ietsjes later kwam dan een Mario Odyssey bundel. Nu, anderhalf jaar na de release van de Switch, worden de eerste speciale systemen uitgebracht. We hadden al een aankondiging van de Pokémon Let's Go en Smash Brothers editie te horen gekregen. En nu komt er een derde systeem, namelijk deze Diablo 3 editie. Deze versie komt namelijk al op 2 november uit. Naast een Switch-systeem zit natuurlijk het spel Diablo 3 Eternal Collection bij, inclusief alle uitbreidingen, waaronder een Ganondorf panzer. De CEO en creative director van Skybound Games hebben afgelopen woensdag een AMA gehouden op Reddit. We weten ondertussen al dat dit bedrijf het laatste seizoen van The Walking Dead gaan afmaken. Maar heel wat fans riepen rond met enkele vragen en die kon je stellen op het forum. Mocht jij die persoon zijn met heel wat vragen, check dan even het forum die je in de beschrijving kan vinden. Er zijn heel wat vragen beantwoord en wie weet zit jouw vraag erbij. Yooka-Laylee krijgt binnenkort een nieuwe update voor de Nintendo Switch. Het is al een tijdje geleden dat we iets te horen hebben gekregen over deze game. Maar Playtonic Games blijft zijn nieuwste game nog altijd ondersteunen. In een nieuwe video kondigt het bedrijf aan dat je in het spel een nieuwe filter kunt kiezen. Namelijk de 64-bit Tonic. Door deze in te schakelen verandert je beeld naar een lagere resolutie. Deze nieuwe functie is meer gericht naar de oudere generatie die opgegroeid zijn met de Nintendo 64. Om zo een nostalgisch gevoel op te wekken. De lang verwachte update van Pokémon Go is eindelijk aangekomen. Want vanaf nu kan je Pokémon uit de Sinnoh-regio vangen. Niantic heeft laten weten dat de Sinnoh-Pokémon in groepen zullen verschijnen. De eerste 20 Pokémon zijn al te vangen in het wild. Daarbij komen nog de speciale die je uit raids kan krijgen. Uit de 1-ster raids kun je vechten tegen Bidoof, Venusaur, Shinx, by the way deze kan shiny zijn, en Cricketot. En tenslotte kun je via eieren ook de volgende Pokémon bemachtigen. Cricketot, Starly, Piplup, Chimchar, Turtwig, Venusaur, Riolu en tenslotte Shinx. Oktober staat natuurlijk bekend om Halloween. En bij Halloween horen natuurlijk de griezels. Nintendo denkt daar ook zo over en geeft Mario een toepasselijk kostuum in Super Mario Odyssey, namelijk de al eerder geleakte zombie kostuum. Naast dit kostuum zijn er ook 3 nieuwe filters beschikbaar om leuke foto's mee te maken. Je kan Mario fotograferen alsof hij zich in een manga bevindt, maar ook is er de mogelijkheid om allerlei vierkantjes je foto te maken. Of, dit. Ik ben de naam even kwijt, maar jullie begrijpen mij wel. Oh ja, misschien toch belangrijk om het even te melden. Want het is alweer een jaar geleden dat Super Mario Odyssey uitkwam op de Nintendo Switch. Om de eerste verjaardag van dit spel te vieren, heeft Nintendo besloten een aantal verrassingen in het spel te stoppen. Vanaf 27 oktober zal New Donk City vol zitten met 8-bit figuren. In het totaal zijn er 39 afbeeldingen van Luigi en Captain Toad te vinden. Wanneer je er één hebt gevonden, doe er dan een Ground Pound op. Zo kan je extra muntjes verdienen. Het aantal 39 is ook helemaal niet willekeurig gekozen. Het Japanse cijfer 3 spreek je uit als San en 9 wordt uitgesproken als Q. Zet de twee woordjes naast elkaar en je krijgt. De 8-bit figuren blijven in het spel tot en met 7 november. Dat je een rival hebt in Pokémon is algemeen bekend. Hij is degene met wie jij je eerste Pokémon gevecht hebt en vaak ook de tegenovergestelde starter van jouw Pokémon kiest. In eerdere games kwam de rival heel gemeen over, maar tegenwoordig lijkt het je beste vriend te zijn. Denk nu bijvoorbeeld aan Hou uit Pokémon Sun and Moon. In een interview met GameSpot heeft Game Freak nu uitgelegd waarom. Een van de ontwikkelaars van Pokémon, Junichi Masuda, sprak hier namelijk over. Hij denkt dat het vooral ligt aan de technologie en dan met name het visuele aspect. Veel van de personages zagen er vroeger hetzelfde uit, waardoor hun persoonlijkheid en dialoog sterker moesten zijn om een bepaald gevoel op te roepen. Dit zou ook de reden zijn waarom ze tegenwoordig de gemene trekjes wat hebben teruggedraaid. Omdat dat nu visueel veel sterker naar voren komt. En eerlijk gezegd, ik mis dit aspect wel. Maar, wat vinden jullie hiervan? Zouden jullie liever oldschool badass Gary willen zien op jullie scherm? Of, dit? Ik bedoel, de manier hoe ze Hou hebben afgebeeld was wel leuk. Een optimistische kerel met rare trekjes. Dus, vertel me, wat heb jij liever? Gemene of vriendelijke rivaal? Resident Evil fans met de Nintendo Switch hebben iets om naar uit te kijken voor volgend jaar. Capcom heeft namelijk deze week via Twitter bekendgemaakt dat er 3 Resident Evil spellen naar de Nintendo Switch komen. Het gaat hierbij om Resident Evil 0, 1 en 4. In welke vorm de spellen naar de Nintendo Switch komen is nog niet helemaal bekendgemaakt. Binnenkort kunnen we meer informatie verwachten, dus tegen dan hou ik jullie wel op de hoogte.